Kijk je in het nieuwe gemeentehuis, hoop op algemene beschouwingen met publiek en Rabobank gaat als het niet anders kan bij klanten langs. Maandag 4 oktober, dit is Katwijk Nu. We beginnen met het korte nieuws van deze week. Op de Melkweg in Rijnsoever zaterdagmorgen rond 10 uur een fietser overleden na een aanrijding met een auto. De fietser werd geschept op de oversteekplaats aldaar. De auto is daarna waarschijnlijk door omstanders op de kant geduwd omdat het slachtoffer er nog onder lag. Hulpdiensten die ter plaatse kwamen zijn gestart met de reanimatie, maar dat mocht niet meer baten. Ongeveer de helft van de woningeigenaren in Kalkhoven heeft interesse in een warmtenet in de buurt. Dat blijkt uit de interessepeiling van de gemeente. Het gaat om 13 grondgebonden woningeigenaren en 85 VVE-woningeigenaren. Ook de bewonerscommissies van de huurwoningen in Kalkhoven zijn positief over het warmtenet. In Kalkhoven is een flinke subsidie beschikbaar om de wijk als eerste van het aardgas af te krijgen. De gemeente ziet kansen in een warmtenet en heeft een aanbod gedaan aan de inwoners van de buurt. In de Week van de Veiligheid doet de gemeente Katwijk mee aan de landelijke inleveractie van wapens. Iedereen kan dan zonder boete of straf zijn of haar wapen inleveren. De Week van de Veiligheid vindt dit jaar plaats van 11 tot en met 17 oktober. Het inleveren van messen, slag- en stootwapens gebeurt anoniem. Er is dus geen risico dat je bestraft wordt voor wapenbezit. Voor het inleveren van een vuurwapen, munitie of explosief moet een afspraak gemaakt worden met de politie via 0900 8844. En het gemeentehuis is al een tijdje opgeleverd, maar vorige week kreeg de pers een rondleiding door het grondig gerenoveerde gebouw. Het gemeentehuis was aan renovatie toe, aangezien de behoeften van de werknemers continu veranderen. De kantine zat oorspronkelijk in de hoek van het gebouw. Nu hebben we eigenlijk de hele facilitaire vlek, zoals wij dat noemen, hebben we hier centraal ondergebracht. We hebben ook de repro, bodenkamer en het kantinepersoneel. Die ruimtes hebben we ook allemaal hier. En hier, kun je heel makkelijk doorheen en weer een plekje daar nemen of aan de andere kant. Dus dit is wel een grote verplaatsing ten opzichte van het oorspronkelijke gebouwontwerp. Voorheen zat deze in een andere vleugel op de tweede verdieping. Dat was niet goed toegankelijk. En in de voorbereiding op het ontwerp zochten we naar een thema voor het vergadercentrum. We wilden af van discussies van, het is meer Katwijk, het is meer Rijnsburg, het is meer Valkenburg. We hebben gedacht, wat verbindt nu alle dorpskernen? En dat is de Rijn. Dus wij zijn eigenlijk gaan voortborduren op het thema de Rijn. Hier ook een oude kaart van Katwijk van ongeveer anderhalf, twee eeuwen terug, waarin de Rijn is weergegeven. En we hebben nog een heel aardig gedicht gevonden van de vorige eeuw, die de Rijn beschrijft. Er komt nog een wandbreed behang eigenlijk van de schilderij met een stukje uitleg van wie de schilder is en wanneer het geschilderd is. Maar net zoals in heel Nederland hebben we te maken met allerlei vertragingen op materialen. Door het hele gebouw hebben we deze, we noemen dat huiskamers. Op elke vleugel, op elke verdieping hebben we zo'n ruimte waar je binnenkomt, je jas op kunt hangen, een lokker kan gebruiken, een kopje koffie en hier langt je. We hebben ook gezegd, we wijzen niet aan waar iedereen moet gaan zitten. Iedereen is vrij om overal in het gebouw te zitten. Maar we wel per cluster hebben wel gezegd, dit is jouw huiskamer. Dus hier heb je de grootste kans dat je mensen vanuit je eigen team in die omgeving gaat ontmoeten. Je hebt natuurlijk wel een beetje een ankerpunt nodig in dit gebouw. Anders wordt het een hele zoekpuzzel. In basis is het gewoon het werkconcept zoals we het op de andere verdiepingen ook hebben. Met wat overlegruimtes en verderop lopen we zo langs ook wat focusruimtes. Dat zijn concentratiewerkplekken. Dus die basis hebben we gewoon laten staan. Maar hier, hier komen mensen samen. Je borden, flip-overs. Je kan ook mensen vanuit huis mee laten doen via het scherm. Ja, hier fladderen heel veel mensen, collega's in en uit. En dat is ook een beetje de opzet van het concept. Dat een aantal onderdelen moet je wel reserveren, zodat je niet elkaar in de weg loopt. Er is in het concept ook veel aandacht besteed aan zonering. Dat je natuurlijk dingen, hoe noem je dat, achter druppels zet. We willen eigenlijk voor nu niet meer dat bezoekers op de werkvloer komen. We hebben dat helemaal afgezonderd. Dus eigenlijk werkvloer is werkvloer.
Dit is semi-publiek en ook het vergadercentrum natuurlijk. Maar voor de rest zou je er niet moeten kunnen komen als externe die niet ingehuurd is of in dienst is van de gemeente. Ja. Maar we wilden ook heel graag, dat was ook de uitvraag naar de architect, om dit nieuwe gedeelte met die publieksbalies ook goed te integreren met het monumentale gedeelte. Wij hadden zelf eerst het idee om iets van een overkapping te doen tussen deze twee bouwdelen. Maar de architect die het uiteindelijk hoorde, zei, daar moet je absoluut niet aan beginnen. Dan heb je de hele uitstraling, dan ga je zoveel kapot maken eigenlijk aan het monumentale gedeelte en de uitstraling daarvan. Dus die kwam al gauw met dit idee om, eigenlijk hebben we maar iets van 3 meter breed uitgebouwd. Wel over de hele lengte. Maar alleen eigenlijk dit gedeelte is de uitbouw en dat heeft hij eigenlijk heel mooi geïntegreerd met elkaar. Tenminste, ik ben heel tevreden met het resultaat. Er is goede hoop dat de algemene beschouwingen begin november in de raadzaal kunnen plaatsvinden met publiek. De gemeenteraad weert nu nog publiek tijdens de vergaderingen vanwege de coronamaatregelen. Burgemeester Cornelis Visser voor de wekelijkse update rondom het coronavirus. De stand van zaken, het aantal mensen dat naar het ziekenhuis moet of overlijdt aan het coronavirus, dat is bijna nul. Het aantal besmettingen ligt nog wel op een tiental per week. Hoe gaat het daarmee? Ja, dat blijkt toch dat corona niet weg is. Hè? Dat we er gewoon mee te maken zullen hebben de komende weken, misschien nog wel maanden. En dat we dus ook, hoe meer vaccinaties we in de gemeente hebben, hoe beter het is. Dan zijn we beter voorbereid. Maar goed, over het algemeen gezien gaat het aardig goed. De GGD Hollands Midden zet al een tijd lang prikbussen in. Dat zijn mobiele vaccinatielocaties. Die op het Andreasplein is al even weg. Die staat nu op het Hoftuinplein in Rijnsburg. Maar er komt ook een prikbus op het Flora Holland terrein. Kunt u daar iets over vertellen? Nou ja, daar hebben we om gevraagd. Tenminste via een aantal ondernemers. En er is toegezegd om dat eenmalig te proberen. Ze kijken eerst hoeveel mensen daaraan komen. En dat is dan in samenwerking met Flora Holland. En ook met exporteurs van bloemen. Die zeggen van ja, we hebben niet zoveel zicht of de mensen nu in staat zijn geweest, hè, ook de arbeidsmigranten, om zich te laten vaccineren. Dus we willen het in elk geval faciliteren om dat mogelijk te maken. En dat gaat om het Janssen-vaccin, er is er maar één van nodig? Dat durf ik niet te zeggen hoor, of dat ze nog met Janssen werken of dat ze tegenwoordig ook toch vooral met Pfizer werken. Even de afgelopen zaterdag, of überhaupt de versoepelingen zijn nu ingegaan, de 1,5 meter is eraf. Het is nu een dringend advies geworden. De horeca is weer open met de QR-codes, et cetera. Even beginnen bij afgelopen zaterdag. Toen was er weer wat onrust in het centrum. En dat was eigenlijk een beetje een soort na-el-effect van de week ervoor toen het echt uit de hand liep. Hoe liep het afgelopen zaterdag? Nou, aan de ene kant was het wel druk op straat. Hè? Dus je ziet wel dat er mensen naar het centrum toekomen. Je ziet dan om 12 uur natuurlijk in één keer die hele groep op straat komen uit de horeca. Hè? De horeca moet dicht om 12 uur, dus die komt in één keer op straat. En dat levert dan toch even gedoe op in de zin van geschreeuw en vuurwerk. Ja, super vervelend voor de buurt. De politie was ruim aanwezig, heeft ze aangesproken, gevraagd om naar huis te gaan. En dat was ook binnen een half uur geregeld. Ik heb mensen gehoord die rond 1 uur daar waren en die het super rustig op straat vonden. Dus, ja. Kijk, er zijn toch wel aanhoudingen gedaan. Ja. Wanneer is het voor u geslaagd, zo'n einde van zo'n horecaavond, als er geen aanhoudingen zijn? Ja, dat is natuurlijk raar dat je als uitgaanspubliek niet luistert naar de aanwijzingen van de politie. Dus die mensen die aangehouden zijn, die krijgen ook een brief van mij, een waarschuwing. En in aanvulling op wat het Openbaar Ministerie nog gaat doen natuurlijk. Ik hoop gewoon dat iedereen gewoon de aanwijzingen van de politie opvolgt en naar huis gaat, zodat de rust weer keert. Het gaat erom dat er geen overlast is voor de buurt. Geen vuurwerk. Hè, zolang er vuurwerk is, is er wat mij betreft politie nodig om de mensen naar huis te krijgen. Helder. Dan even naar de controle op bijvoorbeeld de QR-codes en dat soort dingen. Zijn daar nog bijzonderheden aangetroffen in Katwijk?
Nou, we zijn in gesprek gegaan met de mensen die op sociale media, hè, de horeca die op sociale media had aangegeven dat ze niet wilden gaan controleren. Nou, dat is op een constructieve manier verlopen. Dus, en wij houden dezelfde lijn aan, dus we handhaven op accessen. Op het moment dat horecagelegenheden echt aangeven dat ze niet willen gaan controleren, ja, dan krijgen ze een gesprek met de gemeente. Tot slot nog iets over de gemeenteraad. Er wordt weer fysiek vergaderd. Het idee was van de fractievoorzitters om ook naar de raadzaal toe te gaan. Er wordt nu daar toch van afgezien. Kunt u uitleggen waarom? Ja, dat is uitgebreid besproken in het fractievoorzittersoverleg. En er is gezegd van, nou, er ligt nog steeds een advies. Hè, dus het is nu het niet meer verplicht, maar er ligt nog een advies van het kabinet van het RIVM om die anderhalve meter te handhaven. En wij willen eigenlijk graag, dus een aantal raadsleden willen graag dat zolang dat advies er ligt, dat het ook nog wordt toegepast. En we hebben het dus afgesproken om in de maand oktober, nog twee keer dus, de raadsvergadering op anderhalve meter te houden. En dat heeft als helaas, de pers kan er wel bij zijn, dat vinden we natuurlijk heel belangrijk. Insprekers kunnen erbij zijn, dus bij gevoelige onderwerpen kan iedereen komen om in te spreken, dat wordt gewoon geregeld. Alleen publiek kan nog niet nu aanwezig zijn. Die moet het nog via de tv of via de website volgen. U zegt vanaf november, dan is publiek weer welkom, is de verwachting? Dat is de verwachting, hè. Dus de uitgaande van de uitspraak van het fractievoorzittersoverleg van de afgelopen week zou het alleen de maand oktober betreffen. Ja. Dus als ik zo even reken, dan de algemene beschouwingen, die zijn volgens mij begin november. Die zijn begin november, ja. Dus dat betekent dat daar publiek bij aanwezig zou kunnen zijn. Dat zou nu de lijn kunnen zijn, maar de fractievoorzitters gaan erover. Die hebben alleen een uitspraak gedaan voor oktober. Ja. Helder. Burgemeester Cornelis Visser, dank u wel. Graag gedaan. Klanten van de Rabobank kunnen, als ze echt niet anders kunnen, fysiek geholpen worden door medewerkers. Dat zegt de nieuwe directeur van de Rabobank Leiden-Katwijk, Marius Hovius, in gesprek met RTV Katwijk. De bank kreeg veel kritiek toen bleek dat het laatste kantoor van de bank zou sluiten voor dagelijkse bankzaken. Marius Hovius, de nieuwe directeur van de Rabobank Leiden-Katwijk, om even kennis te maken met ons en om het te hebben over de Rabobank en de gemeente Katwijk. We staan hier bij het Rabobankgebouw aan de Valkenburgse Weg. Even met toch wel het nieuws beginnen. Voor de dagelijkse bankzaken gaat dit gebouw dicht. Ja, Mark. Dit gaat inderdaad dicht voor de dagelijkse bankzaken. Maar ik zou hem liever om willen draaien, want we gaan weer open na corona. Of we zijn weer open gegaan eind augustus voor het advies op hypotheken. En dan op afspraak zijn er nog, want die behoefte is er nog. Ja, ik kan me ook voorstellen met de huidige woningmarkt dat er genoeg mensen op afspraak binnenkomen. Ja, er komen enorm veel mensen op afspraak binnen. En inderdaad, iedereen leest de krant dat het nog steeds booming is. Maar ook hier is het wel weer interessant wat voor ontwikkelingen er zijn. Want we hebben de laatste jaren uitgezocht bij onze bestaande klanten van hoe zou je nou het liefst een hypotheekadvies willen hebben. En van de laatste 12 maanden bleek dus dat 25% van de mensen die een hypotheek hadden afgesloten, die zou eigenlijk het liefst helemaal geen advies meer krijgen, maar gewoon door een robot geholpen worden op internet. Dus die willen niet meer op kantoor komen, die willen niet meer via de telefoon of via Teams een afspraak hebben met een fysiek persoon, maar die willen eigenlijk alleen maar door de computer geholpen worden. Dus wij moeten echt razendsnel ontwikkelen om de behoeften van de klanten bij te houden. Ja, jullie zijn als Rabobank zijnde in Katwijk best verankerd. Een aantal panden gehad, al jarenlang verbonden met de gemeente. Er kwam best wel wat kritiek ook op het feit dat bijvoorbeeld wat oudere mensen die hier even een nieuw pasje moeten halen, et cetera, dat hier niet meer kan. Begrijpt u die kritiek? Ja, heel goed om eerlijk te zijn. Want mijn moeder van 91 die vindt er ook wat van af en toe als ze dit zo hoort. We gaan primair mee met de behoeftes van de klant. Dus in grote lijnen, 99% van de behoeftes kunnen we voorzien via internet, de app, computer, telefonie, etc. En dan is er inderdaad een kleine groep die gewoon echt nog fysiek wil langskomen. Nou, die gaan we eerst vragen om naar Leiden te komen. En als dat niet tot de mogelijkheden behoort, en dan inderdaad de groep die jij noemt, de ouderen die niet kunnen of willen, daar gaan wij thuis naartoe op bezoek. Dus op die manier proberen we op eigenlijk al onze klanten een dienstverlening te geven die bij hun past. Een klant die er niet uitkomt, die belt naar jullie en jullie gaan een oplossing verzorgen. Ja, en dat zijn dus ook de medewerkers die hier op kantoor werken bij dagelijkse bankzaken. Die zitten nu aan de telefoon,
of ze gaan bij de klanten thuis op bezoek. Dus het zijn ook nog de bekende gezichten die, die gewoon dit werk blijven doen. Ja, zo simpel is het. De Rabobank is niet alleen, het is wel een bank natuurlijk, maar het is niet alleen een instelling die ervoor zorgt dat er geld opgenomen kan worden, waar je een lening kan krijgen, et cetera. Maar jullie doen ook meer voor die maatschappij. Ik refereer even aan het oude Rabobank Wensenfonds. Het is in een nieuw jasje gestoken. Dat is wel iets wat jullie doorzetten, hè? Ja, precies. Nou, dat is natuurlijk een cruciaal onderdeel van het coöperatief gedachtegoed van ons. We zijn een coöperatie en we blijven dat. Dus dat betekent dat een deel van ons resultaat weer teruggaat richting onze klanten, onze leden eigenlijk. Of dat de leden bepalen waar een deel van het resultaat naartoe gaat. En inderdaad, het oude Wensenfonds is omgedoopt tot Rabo Club Support, zodat we dat in heel Nederland hebben. Dus daar zitten wel een stukje van de roots, die liggen hier in deze regio. En eigenlijk alle sportverenigingen die bij ons bankieren, die kunnen kunnen zich aanmelden. En alle leden van de bank, die kunnen stemmen waar zij willen dat een deel van die winst naartoe gaat. En iedere stem bepaalt gewoon, of staat garant voor een bepaald bedrag. Dus op die manier blijven we er. Maar daarnaast hebben we natuurlijk ook nog een ledenraad. Gewoon met klanten van ons en leden hier uit de regio. En die hebben ook nog coöperatief dividend, zo noemen we dat, te besteden. En daar kijken we wel vaak naar initiatieven die even op gang moeten worden geholpen. En daarna zelfredzaam zijn. Maar uiteindelijk wel bijdragen aan het welzijn in deze regio. Waarom is welzijn voor een bank belangrijk? Ja, dat is mooi, hè. Alles wat goed is voor Nederland is goed voor de Rabo en andersom. Maar dat is heel flauw. Misschien een stapje hoger. We hebben een coöperatief convenant. Wat we erin hebben gedaan is dat we meer dan 12.000 leden in Nederland hebben geïnterviewd. Deels tegelijk, ook in deze regio. En die mochten op elkaar reageren via de computer van wat zijn nou jouw zorgen? Waar vind je dat Nederland zich moet ontwikkelen? En hoe zou je dat willen ontwikkelen? En daar konden anderen weer op reageren van het moet zo. Of heb je hier aan gedacht? En zo kreeg je hele mooie beelden van waar de maatschappij van vindt dat er vooruitgang moet zijn. Dat hebben wij samengevat en komen eigenlijk tot de conclusie dat Growing a Better World kan worden vertaald naar 5 speerpunten in Nederland. En dat die ongeveer 80% van die issues dekken waar onze leden mee kwamen. En wij hebben ons ten doel gesteld vanuit het coöperatief gedachtegoed om daar hard op mee te duwen op die 5 ontwikkelingen, op die 5 grote trends. Hè. Denk aan energietransitie of duurzaam voeding. En door daar hard aan te trekken, ook in Katwijk zijn we daarmee bezig met verschillende initiatieven, proberen we een versnelling te maken in de maatschappij waar de klant ook beter van wordt. En waar wij uiteindelijk ook een rol in hebben, dat we bijvoorbeeld kunnen financieren. En dat was natuurlijk ooit het idee van de coöperatieve Rabobank. Hè, dat klant, maatschappij en bank er beter van worden. Het verhaal in een notendop. Ja. Dichter bij Katwijk Leiden, de Rabobank niet alleen een bank, maar veel meer. Ja, wij zijn veel meer. En we blijven innoveren met onze klanten mee, met die ontwikkelingen op het bankaire gebied. Maar we blijven ook dichtbij met ons coöperatieve dividend, met onze sponsoring, met onze gezichten in de netwerken. En dat zijn wij. Dat zijn wij, de Rabobank, samen met onze leden. Of inderdaad even geld opnemen hier op het hoekje, want die blijft. Of gewoon inderdaad bij Geldmaat geld opnemen. Marius Hoofdjes, dank u wel. Dank je wel, Mark. Tot zover Katwijk Nu van 4 oktober. Het nieuws uit onze gemeente de hele week op rtvkatwijk.nl. Of luister naar de radio. En voor een paar minuten hier RTV Sport. Nog een hele fijne dag.